Pieter, Intracto was eigenlijk een van die digital agencies die, die mee op de kaart stond in, in België, in Vlaanderen, misschien ook op de Benelux. Dus voilà, als ondernemer heb je dan zo'n digital agency, het groeit, het gaat goed. Wanneer is bij jou zo'n beetje het idee gekomen, waar je dan zegt van oké, okay, ik zie het toch anders, ik zie het toch groter dan dat. En je hebt er een bepaalde visie voor ontwikkeld. Kun je daar eens iets meer over vertellen? Ja, ik denk dat Intracto... Een van de vele digital agencies was, dat de, uh, België kende, zeker wel. Nu, eigenlijk om heel IO, het start van onze reis, uh, een beetje in moment te plaatsen, was dat moment eigenlijk 2017. Uh, Interacto telde toen een 220-tal collega's ongeveer, uh, 170, 180 in België, en 30, 40 in, uh, in Nederland, in Den Bosch, waar we toen ook al onder de naam Interacto aanwezig waren. En op dat moment in de tijd, eigenlijk, bestond onze hoofdactiviteit vooral uit technologieën, digitale platformen implementeren in combinatie met performance marketing. Dat waren de twee zaken die wij trachten te combineren en eigenlijk mochten we zeker niet klaar. We groeiden netjes, organisch enzovoort. Alleen hebben we voor onszelf toen een moment einde 2017 genomen om even te kijken wat er rondom ons gebeurt. Welke eigenlijk evoluerende klantvragen er steeds meer tot bij ons kwamen hoe dan onze industrie aan het evolueren was en zagen we heel duidelijk dat enerzijds klanten steeds veel bredere vragen aan ons stelden. Niet meer implementeer dit platform of hè, hoe kan je performance marketing voor mij zo optimaal mogelijk doen. Maar eigenlijk dat die vragen ruimer gingen, startende van waar gaat mijn bedrijf in mijn industrie binnen digitaal naartoe, tot hoe gaan we ons strategisch daarop aanpassen, welke communicatie moeten we daarvoor voeren, welk merk willen we in de markt zetten, tot de implementatie effectief naar de performance kant en naar de technologie kant toe. Maar eigenlijk gingen vragen steeds meer ruimer worden. En eigenlijk die veranderende klantvraag is voor ons het startpunt geweest van, van heel I.O. En dat gecombineerd met heel veel veranderingen in onze industrie. We zijn niet de enigen die vandaag via buy and build iets nieuws aan het doen zijn. De grote big fours zijn ook hun dingen aan het doen. Accenture komt meer en meer op ons, op ons speelveld. Dus hebben we eigenlijk gezegd, oké okay, goed, waarom kunnen we zelf niet als ondernemers uit België een bedrijf bouwen, dat op een bepaald punt in de tijd in staat is om zijn klanten end-to-end -end van strategie tot executie op al hun gebied van marketing, op al hun domeinen van marketing en communicatie te gaan ontzorgen. En dat is eigenlijk de end-to-end -end gedachte waar we sinds einde 2017 mee van start gegaan zijn. Ja. Nu, dat is een traject die wat de Benelux betreft ondertussen uh, achter de rug is, of zo goed als achter de rug is. Wat, kun je iets meer vertellen over wat, wat is de status van vandaag? Jullie hebben een traject achter de rug waarbij dat Intracto uh, qua merk omgevormd is naar IO. IO staat onder andere uh, ja, voor Infinite Opportunities. Right. Zijn ja. toevallig of niet, dat weet ik niet. Maar ik was daar wel benieuwd naartoe, de, de eerste en de laatste letter van Intracto. Um, maar kun je eens iets meer over de huidige stand van zaken vertellen, wat, ja. wat, wat dat IO staat Absoluut. en voor staat? We hebben voor onszelf een aantal fases gedefinieerd. De eerste fase noemden we voor onszelf intern Identify the Ones. Wie zijn de juiste agencies, de juiste ondernemers, de juiste teams die we willen samenbrengen? Dan hebben we een tweede fase gedefinieerd, is Becoming One. Hoe gaan we er nu voor zorgen dat we van 26 agencies één bedrijf worden? En de derde fase is eerder Being One. En dat is eigenlijk de fase waar we vandaag in zitten. Oké. Okay. Die um, Identify One, dat is de eerste periode geweest. Wie zijn de juiste spelers? Die is volledig afgesloten in de Benelux. wil niet zeggen dat we geen overnames meer gaan doen. Maar die eerste grote stappen die we daar gezet hebben, die zijn zeker achter de rug. In een tweede fase zijn we gestart met het project intern Becoming One. Dus eigenlijk, wat hebben we gezegd? We hebben nooit de koers of de strategie gehad om meerdere agencies samen te brengen in een ecosysteem of in een netwerk. Maar iedereen doet zijn eigen ding. Maar economisch zijn we wel verbonden met elkaar. De waardecreatie voor ons zit daar niet. De waardecreatie voor ons zit om klanten volledig te gaan ontzorgen in hun complexiteit, om met meerdere agencies te moeten samenwerken die allemaal vechten voor hun eigen share of vallen bij de klanten enzovoort. Daar los je niet op door een ecosysteem te maken. Want dan gaan de klanten nog eigenlijk tussen die verschillende wel economisch verbonden agencies eigenlijk zelf aan het roer staan. Dus we willen echt één geïntegreerd team bouwen voor klanten, met klanten. Dus in de becoming one fase hebben we ook gezegd, oké okay, goed, laat ons... Goed definiëren wat het bedrijf van morgen eigenlijk exact moet omvatten. Wat moet daarin zitten vanuit HR? Wat moet erin zitten vanuit de propositie naar de markt? Wat moet daarin zitten vanuit het deliveryproces? Hoe willen we dat bedrijf vormgeven? Hoe moet dat aangestuurd worden? Tot en met tooling enzovoort. En eigenlijk zijn we dan gaan kijken, oké, okay, als we dat willen bouwen, zijn we eigenlijk dingen gaan uit, uit die verschillende agencies gaan halen. Oh ja, dit agency was echt goed daarin. Dat agency deed echt goed dat. Oh, door De HR-filosofie bij dat agency was echt supergoed. Dus eigenlijk zijn we vanuit de verschillende agencies, die eigenlijk stuk voor stuk mooie agencies waren op zichzelf, zijn we verschillende deelelementen gaan halen en zijn we die gaan beginnen uitpuren om eigenlijk samen te gaan definiëren, dit moet het bedrijf van morgen worden. En dan zijn we in de achtergrond eigenlijk stapje voor stapje misschien agencies gaan ontrafelen een stukje, om dan het nieuwe IO-bedrijf eigenlijk stap voor stap te gaan bouwen. Van op commercieel punt naar operatie, naar financieel, naar HR, delivery, opleiding, talentmanagement. Eigenlijk noem alles maar op wat je bij een goed agency zou moeten erkennen. Zijn we allemaal vanaf nul gaan beginnen bouwen. Tot en met, heel praktisch. En dat sluitstukje is binnen twee maanden toevallig. Alle legal entities die opgerold worden naar één legal entity per land, bijvoorbeeld. Ja. Maar zeker het sluitstuk. En dat is eigenlijk voor onze Becoming One fase. Dat is de tweede fase waar we in zitten. En daar zijn we ja. nu aan het afronden. En eigenlijk zitten we nu in de derde fase, Being One. En dat is de fase waarin we eigenlijk ook als één merk naar buiten gaan. Voor ons is. Eén merk, eerder de kers op de taart, het slotstuk, van echt één worden. Terwijl bij heel veel andere bedrijven in een buy-in-build echt eerst het merk is, de sticker op de postbus en we zijn één, hebben wij dat eigenlijk tot, tot laatste gehouden. Ja. En dat is de fase waar we nu in zitten en dat is I.O., die infinite opportunities. Dat zijn ja. we nu echt aan het laden. Alles wat we doen, start bij hoe leveren we meerwaarde aan de klant. Zoals dus we heel duidelijk gezegd hebben, is: het levert geen meerwaarde voor ons om morgen een agency in te lijven in Barcelona. En overmorgen één in, in uh, Milaan, volgende week eentje in Parijs. En in al die grote steden 10, 20, 30, 40, 50 mensen te hebben in één discipline. Dat is niet waar I.O. rond gebouwd is. I.O. is gebouwd rond hoe geven meerwaarde aan klanten en collega's. En dat is zo die breedheid die meerdere disciplines samenbrengen. Ik denk dat we oprecht kunnen zeggen dat we een end to agency zijn, echt full service. Oprecht doorheen alle disciplines die nodig zijn. Dat het dan een agency moet noemen of iets nee. anders, dat laat ik in het midden. Maar ik denk dat de klantvraag vooral aan het evolueren is en een kennis aanbrengen die een antwoord op die veranderende klantvraag biedt, dat staat voor ons bij eigenlijk wel voorop. Ja, oké. Okay. Klinkt, uh, klinkt heel knap. Um, ja, die derde fase benieuwt mij natuurlijk ook. En vooral, ja, infinite opportunities. Ik vind dat een um, persoonlijke, hele, ja, een hele mooie filosofie. Kun je eens iets meer vertellen over wat, dat, wat is die huidige status van vandaag? Het merk is veranderd. Uh, de visie is daar, de, de, de toekomst ligt voor jullie, maar kun je dat eens in je eigen woorden vertellen? Ja. Eigenlijk, wij zijn IO aan het bouwen en IO staat voor Infinite Opportunities. In de fase waar we nu in zitten, hè, een volwaardig bedrijf beginnen ze, stilletjes aan, zijn we erin geslaagd om op alle negen campussen waarin we opereren, bijna alle teams die we willen hebben rondom de klant te verzamelen. Bijna alle campussen beschikken over de juiste technologieteams, de juiste marketingteams, de juiste creatieve teams, de juiste content teams en meer en meer ook de juiste strategische teams. Door die teams samen te brengen met de klant, en de klanten ook samen met ons te laten werken op die campussen, ontstaan er meer en meer opportuniteiten. Klanten ontdekken via aan de weg ook wat jou meer en meer voor hun kan bedienen, betekenen, ten opzichte van wat het individuele agency vroeger voor hun kon betekenen. Dus wat we heel duidelijk zien is dat klanten Enerzijds, best trouw zijn aan I.O. en dat vinden we heel fijn, daar willen we dat absoluut voor, voor bedanken. En dat ze naast hun kern- of basisafname vroeger steeds meer en bredere vragen bij ons beginnen neerleggen. Dus we zien heel duidelijk dat wat we drie jaar geleden bedacht hebben: van dit gaat gebeuren in de markt. Daar zien we vandaag heel duidelijke tekenen en heel duidelijke ja, proofpoints van dat klanten steeds vaker op zoek gaan naar één agency of meer en meer dingen bij I.O. beginnen beleggen. Wat we super fijn vinden. Dat is enerzijds, maar anderzijds hebben we niet alleen voor klanten I.O. gebouwd, maar diezelfde Infinite Opportunities eigenlijk ook gebouwd voor onze collega's. Onze overtuiging is dat als je talent samenbrengt met ander talent in verschillende disciplines, dat dat weer nieuw en nieuw talent enerzijds gaat tot stand brengen, ontwikkeld worden, en anderzijds nieuw talent weer gaat aanzuigen. Talent heeft een aanzuigeffect op ander talent. Dus voor ons is I.O. niet zozeer een agency. is, is, een, is I.O. naast een agency voor klanten ook vooral één voedingsbodem, één platform, een omgeving waar je best veel talent, en we zijn tussen met 1.700 collega's in de Benelux alleen al, dat is best veel talent dat we samenbrengen. En onder, dat, onder die pool van talent bieden wij niet alleen projecten aan om met klanten te gaan samenwerken, multidisciplinair, maar hebben enorme budgetten ook om met dat talent bezig te zijn en hun talentontwikkeling ook te gaan faciliteren. En die ontwikkeling die kan echt ja, meerdere kanten op gaan. Dat kan in de diepte, in een andere discipline. We hebben collega's die van campus Gent nu eigenlijk eh, inchippen op campus Rotterdam en daar gaan meewerken. We hebben collega's uit campus Amsterdam die op campus Antwerpen komen meewerken. We hebben collega's die van campus Antwerpen naar Brussel. We hebben nu de eerste collega's die van campus Antwerpen en van campus Eindhoven nu in campus Stockholm gaan meewerken. Dus je kunt eigenlijk door een, een ruimer bedrijf te bouwen, een beetje een professioneler agency ook te bouwen. Hè? Kunnen, kan je, kunnen we veel meer ook die collega's laten ontplooien. Cross-locatie, cross-discipline en eigenlijk daardoor ook een stukje infinite opportunities gaan aanbieden voor eigen collega's. En dat is wat die voedingsbodem van, van I.O. moet zijn en wil zijn. Een voedingsbodem voor klanten, voedingsbodem voor talent. En dat zijn de twee punten waarop I.O. eigenlijk gebouwd is. Ja. Nu om af te ronden, Pieter. Uh, ja, je hebt ondertussen de laatste... Sinds 2017, drie, vier, vijf jaar. Um, een heel traject achter de rug. Wat, wat doet dat met jou als mens? En, en het einde is natuurlijk nog altijd niet in zicht. Maar is jou, op elk vlak is jouw leven veranderd als mens, als Pieter Pieterzeinde? Uh, mijn leven uh, is uh, best anders dan vier jaar geleden. Uh, ik ben op vier jaar tijd ook vader twee keer geworden. Dus het okay. doet ook iets uh, met de mens. Ja, absoluut. Uh, ik, ik denk. Dat ik altijd best hard gewerkt heb als ondernemer, al van de dag dat de gestart is, is onze filosofie geweest: werken, nuchter, pragmatisch. Even nadenken, maar vooral ook hè, doen. Uh, ik denk dat dat de voorbije jaren alleen maar intenser is geworden. Uh, maar ook wel leuker. Mm -hmm. uh, leuker omdat je met best wel wat ondernemers in aanraking komt, dat je van best wel wat ondernemers ook iets kan leren. En dat uh, wat we hier aan het doen zijn, ook, daar ja, bestaan geen voorbeeldboekjes van. Mm -hmm. dus, dus eigenlijk wat we doen, dat is, dat is ook wel uh, zelf iets proberen te ondernemen en te doen en elke dag te testen en bij te schaven. Dat is wel wat enorm hard in ons DNA zit. Testen, doen, elke dag iets bijschaven. En dan met een heel grote bende op een bepaalde schaal, met slimme mensen rondom ons, dat is, dat is best leuk, maar best intens. Ja, ik kan het me voorstellen. Ja. Klinkt heel interessant, Pieter. Mocht ik uh, 20 jaar zijn, dan... Uh... Waar <laughs> ik uh, aan de slag moet gaan. Ik wil je van harte bedanken voor het interview. Graag ja, gedaan. Uh, voilà, ik vond het een, een fijn gesprek. Super, wederzijds, dankjewel.